De COVID-19-website Dashboard is gewijzigd omdat de actieve gevallen niet reëel zijn, zegt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Het systeem is niet waterdicht. Theoretisch is het niet juist om te berekenen hoeveel actieve gevallen er precies zijn, legt de bewindsman uit. Want we hebben ook mensen die we niet bereiken nadat ze positief getest zijn. Misschien vanwege een verkeerde telefoonnummer of een verkeerd adres. Of die mensen worden gebeld, maar ze komen niet opdagen. En uiteindelijk kan je of onder- of overrapportage krijgen. En dat is ook gaan gebeuren, want het aantal active cases wat op de website stond, was gewoon een simpele theoretische telling. En dat was niet de juiste werkwijze. Dus wat we hebben besloten is, we hebben nu de opdracht gegeven om wekelijks dan hoe noemen ze het, een actuele telling in de ziekenhuizen te houden. Daarmee ga je matchen met wat je hebt getest. En de bedoeling is natuurlijk dat die twee dingen hetzelfde moeten zijn. Maar op dit moment zijn er niet meer dan tussen de 300 en 400 active cases moeten er zijn. Maar we gaan dat voorlopig nog niet prijsgeven. We gaan werken eerst aan een actuele telling van stukken, van cijfers. En dan gaan we dat aan jullie doorcommuniceren. Naast de gebruikelijke COVID-19-website kunnen geïnteresseerden ook via de website van het BOG de ontwikkelingen rond de coronacijfers volgen. Onderdirecteur van Volksgezondheid Ritesh Dampat geeft aan dat er een uitgebreide analyse te zien is op de website van het BOG. Het is niet zo dat je niet meer hoeft te kijken naar de COVID-19.sr dashboard. Beide zijn nog even valide. Reden waarom we de BOG-website hebben gebruikt is meer omdat je daar een grotere variatie van analyses ziet. Je ziet ook bijvoorbeeld afgelopen 24 uur, maar ook afgelopen 30 dagen. En natuurlijk vanaf het begin, vanaf maart, zie je de hele trend. Je ziet dus hoeveel mensen in de ziekenhuizen zijn geweest, hoeveel mensen positief zijn getest. Je ziet ook hoe de curve zijn geweest. Dus eigenlijk meer omdat we dat meer informatie, dus de trends wilden beschikbaar stellen voor de mensen en zichtbaar wilden maken, hebben we dus dat gebruikt. Op de COVID.sr website ging dat niet zo makkelijk. Er waren een paar standaard grafieken en je kon niet veel meer dan dat doen. Zelfs veranderen ging niet zo makkelijk. Ritesh Dampat, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid, over de websites met cijfers van het COVID-19-virus in Suriname. Het belangrijkste verschil tussen de websites is dat de COVID-19-website de standaardinformatie geeft en de website van het BOG meer info deelt vanaf het begin van COVID in Suriname.